Welkom in deze nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend. Lea is ziek. Ze heeft koorts en is flink aan het hoesten. En daarom komt tante Maaike dadelijk en Nicky ophalen. Die brengt hem naar school. Dus dan kan Lea gewoon even lekker bij mij chillen. Want ja, ze voelt echt niet lekker. En ik vandaag een speelgoeddag. Wat ga je meenemen? Oh, enge oogjes. Ja! Het meisje was lekker bij mij in slapen. En ze werd wakker en ze begon meteen te vertellen over vakantie, hè? En dat ze de hoed nodig had. Die bovenop haar kamer was voor op vakantie. Dus die moesten we even ophalen. En een zonnebril moest ook nog mee, zei ze. Dus ik weet niet of ze heeft gedroomd dat we op vakantie gaan of zo. Ze kan nog wel eens wel helpen als de kindjes zo hoesten. Een lepeltje honing. Dat vindt ze ook wel lekker. Had je ook wel zin in, schat? Zit even op de bank te lunchen. Nou ja, lunchen. Ik had wat noedels gemaakt, maar ja, Lea heeft niet zo'n trek vandaag. Ze heeft een bakje appelmoes gehad en nu heeft ze wat nachos. En op zich is dat ook goed, want er zit wat zout op. Dus dan krijgt ze ook wat dorst, waardoor ze weer genoeg drinken binnenkrijgt. Het zonnetje schijnt. Het is wel heel koud, maar Lea leek het wel een goed idee dat we even naar buiten gingen. Ze is er helemaal klaar voor. Even met zijn neus halen, hè, schat. Gaat dit goed, meisje? Nee. Waarom niet? Waarom gaat het niet zitten? Laat ik nog een dutje doen op de bank. Of in bedje. Wow. Op de bank. Lekker. Ik had eigenlijk vandaag boodschappen moeten doen, maar dat ging niet echt met Lea. Dus ik heb even gekeken hoe, wat we nog hebben. Aan aardappelen, groente, vlees. Ik heb dus al aardappeltjes geschild. Die zit hier. En dan heb ik deze gevonden. Dat worden falafels. Dan heb ik hier biologisch runder gehakt en maisburgertjes. Dus ik ga nu even kijken hoe ik die balletjes kan kneden. Lea, wil jij even daar zitten? Nee. Waar dan? De bank? Nee. Ik ben benieuwd. Maybe je oogjes dicht. Wat? Wat zo meisje. Dit is een vulkaan, hè? Een vulkaan op je bord? Ja. Het is dinsdagochtend. Lea gaat ietsjes beter. Vanochtend was ze nog niet helemaal lekker. En er ligt sneeuw. Dus het is weer heel koud. Dus we hebben besloten Nicky vandaag ook even thuis te houden, zodat ik niet... Je hebt die steentjes geverfd, hè? Waar is die nou? Ik denk dat de verf er vanaf is van de regen en de sneeuw. Helemaal in de serie. Kijk eens jongens, mama heeft reuze kleurboeken voor jullie. Die zijn te blauw. Liever wil ik deze. Die zijn te blauw. Dat mag, schat. Kies maar. Goedemiddag meneer. Heeft u misschien ook iets te eten? Want wij hebben een beetje honger. Ja, wat wil je? Nou, wat heeft u dan? Ja, ik heb alles bijna. Heeft u een hamburger? Nee. Een hotdog. Heeft u misschien ook mayonaise voor erop? Nee. Oh. Hoor je nog een toetje erbij? Lekker. Wat heeft u voor toetje? Ja, alleen maar dit. Oh, dat vind ik wel heerlijk. Of, wat is het eigenlijk voor toetje? Ja, gewoon een gebakken eieren. Vloeien. Ik weet niet, even niet hoe dat is. Oké. Mag ik misschien nog iets te drinken, meneer? Geen kaas. Chocomel met slagroom. Ja! Chocomel. Chocomel met slagroom, alsjeblieft. Mama, hebben we dat juist of niet? Ik ben niet van de winkel, meneer, dus ja. Ik vind het ook een beetje gek dat die mama zegt tegen mij, want ik kom ook gewoon zomaar hier binnen. Zegt u altijd mama tegen iedereen die hier binnenkomt? Nee. Oh. Eigenlijk is het voor thuis, hè? Wat moet ik betalen, meneer? 2 euro. Heeft u juist essakkenmel? Ja. Nee, dat is 5 euro. Oké, dat gaat nu anders tegenwoordig. Dan mag u de rest houden. Mag u daar iets leuks van kopen voor uw kinderen? Ik heb helemaal geen kinderen. Oh jawel, ik weet even niet hoe het heet.
Nu was jij de wakker, hè? Oké. Okay. Hallo meneer, zegt u het maar. Liever wil ik een slagroomijsje. Heeft u dat? Ja, alsjeblieft. Heeft u ook een hotdog? Ik krijg haast nog wel plek hier. Oh, dat is fijn. Tot ziens. Tot ziens. Nou, Lea en ik, we zitten hier in een superleuk restaurant. We krijgen vooraf iets om te kleuren. En we hebben al besteld. We hebben al een voorgerechtje gehad, een soepje. En ja, de sfeer is heel leuk hier. Het is heel gezellig. En de mensen die hier werken zijn ook heel aardig. Wacht even met de soep, want hij is toch heel heet. Ja, dat had ik al gemerkt, meneer. Dank u wel, dank u wel. Dus ja, ook heel zorgzaam. En we gaan nu kijken wat we als hoofdgerechtje gaan bestellen. Ja, ik heb er maar één. We delen wel. Lea ligt lekker te slapen. En wij gaan even kleuren, schat. Het is 8 graden, maar de wind is best wel nog fris. Dus ik weet niet of, het echt slim is, maar Lea wil ook even naar buiten. Dus we gaan even een klein rondje lopen. Hallo, het is woensdagochtend. Daar kun je duwen. En Lea gaat al ietsje beter, hè, schat? Ze heeft geen koorts meer. En ze heeft in haar eigen bedje geslapen die nacht. Dan kan je duwen. Nikki gaat zo naar school, hè? Halve dag. Ik heb even de boodschapjes gedaan bij de Lidl. En we gaan nou eventjes samen deze doen. Allemaal kraaltjes insteken. Stella. Lucilla heeft die ook, hè? Deze was weer even wegwerken. En op de achtergrond is Peppa Pig. En wat wil jij? Paas. Ja? Beros. Jullie staan op de doekjes. Even een doekje pakken. Voor de snotneus. Ah. Goed zo. Zie je wel. Tante Mike heeft Nikki van school gehaald. Zodat ik Lea niet uit bed hoefde te halen om hem op te halen. En die komen zo gezellig bij ons. Maaike kookt voor ons en gaan we gezellig samen eten. En Lea en ik, we gaan even frisse neus halen. Ja, die hou ik wel vast. Hallo. Woe, Mikey. Dat ziet goed uit. Zo lekker als iemand anders voor je kookt. Ja. Ja. Met je voeten, met je handen in de strijd. Ik en jij ben jij. Ik ben juf Hans en niet Hans ook. Het is donderdagochtend. Het regent tot het giet. Oh, ik zie zelfs sneeuw ertussen. Hier is Lea. Lea gaat zo met mama naar de DM. Daar is Nick. Oeps. We zijn weer thuis. Ik ben bij de DM en bij de Rewe geweest. Lea zit nog in de auto te slapen. Dus ik hou mijn jas even aan, zodat ik haar snel eruit kan halen. Het is vies weer. En ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. Oké, we beginnen met de DM. Dit zijn maiswafels. Dus dat vinden de kids lekker. Knijpfruit vinden ze ook lekker. Dan heb ik hier een sausje voor bij de rijst of de pasta. Onze honing. Chocopasta, favorite van Lea. Jam, aardbeienjam. Dit is een vegan chocolaatje. Die beloon ik mezelf altijd mee. Vegane snoepjes. Een roggebrood. Flakes voor een toetje. Die zijn voor de kachel aan te maken. En dan heb ik hier wat speldjes voor Lea. Wat toverhanddoekjes, zeg maar. Als je die in bad gooit, dan wordt het een handdoekje. Die zijn ook voor een bad.
Dan hebben we voor papa shampoo. Die voor een wc. Handzeep. Spuli. Vaatwasmiddel. En doekjes voor de poetsen. En billendoekje. Bij de Reven heb ik het volgende gekocht. Lea mocht iets kiezen en ze koos voor die. Super duur, €2,99. Maar ja, ik kan het dan niet laten. Nou, dus moest ik voor Nick ook eentje pakken. En een chocolade-eitje erbij. Dan heb ik deze boter. Of margarine. Dit is allemaal vegetarisch om op brood te leggen of smeren. Vegetarische smeerworst. Vegetarische, ja, hoe heet die salade? Met nepham, zeg maar. Hummus, hummus. Vegetarische worst. Ik denk dat de kids die lekker vinden. En kip salami. Of kip en kalkoen salami volgens mij. Die vond Nick een succes. Meegrijs. Ik weet niet. Hoe heet dat in het Nederlands? Weet niet. En dit is weer de soja yoghurt zonder suiker. Dan hebben we hier voor Maarten en mij. Om te snacken af en toe. Af en toe, dat is in één keer op hoor. En banaantjes.